Almere City speelt vrijdagavond de laatste wedstrijd van 2019 thuis tegen Roda JC. Daarna volgt een kort kerstreces, maar op zondag 12 januari wordt de competitie alweer hervat met een uitwedstrijd tegen Go Ahead Eagles. In januari gaat de wintertransfermarkt weer open en dus kunnen er weer mutaties gaan plaatsvinden binnen de selectie. Trainer Ole Tobiassen daarover. Verwacht je de boel een beetje bij elkaar te kunnen houden? Daar hoop ik op. Ja, we kijken wel op een paar posities naar versterkingen, dat wel. Maar nogmaals, met deze spelersgroep dan moet je ook tevreden zijn. En dan moeten we ook de volgende stap kunnen maken. Maar nogmaals, als je nu naar de selectie kijkt, dat is een beetje oneven. We hebben heel veel voorhoede spelers. Ik moet jongens nu ook doorselecteren die teruggaan naar jong. Dat ik ook gewoon met de trainingsgroep sta met van ongeveer 25 man na de winterstop. En na de winterstop komen er ook nog jongens terug van langdurige blessures. Tim Reserveur en Bram van Vlerken. En hopelijk ook in het voorjaar Ilias Alhaft. Ja. Voor welke posities zoek je versterkingen? Nou, daar wil ik nu niet op inkomen. Maar ja, we staan altijd open voor versterkingen. En dat kan in principe op alle posities zijn. Centrale verdediger Radinio Balker is een van de grootste talenten van Almere City. Hij zou in de belangstelling staan van diverse eredivisieclubs. Balker zelf zegt van niks te weten. Ik heb geen idee. Ik heb mijn zaakwaarnemer gezegd, zeg maar niks. Want ik wil me gewoon focussen op Almere. En als ik dat soort dingen hoor, ja, dan gaat het toch in je hoofd zitten. Dus ik weet van niks. Ja, dat is een heel diplomatiek antwoord. Maar jouw zaakwaarnemer, als een grote club zich meldt, die breekt jij toch wel op de hoogte daarvan? Nou, voor mij weten niet. Dus als het zo is, dan komt het misschien in de transferperiode zelf, maar nu nog niet. Ja. Sta je eventueel open voor een tussentijds vertrek of ga je gewoon het seizoen afmaken hier in Almere? Nou, daar heb ik zelf nog niet echt over nagedacht. Ik ben me gewoon vol aan het focussen op Almere. En ik hoop dat we gewoon het eerste half seizoen goed afsluiten. En dan zien we straks wel verder. Ja, maar je kan dus niet beloven dat je gewoon tot het eind van het seizoen blijft? Ja, het is natuurlijk de voetbalwereld, dus we weten nooit wat er gaat gebeuren. Ik kan me voorstellen dat eredivisieclubs misschien best een oogje hebben op Radinio Balker. Dat zou heel goed kunnen, ja. En maar nogmaals, dat was van de zomer ook het geval. Maar ik hoop dat we nu ook in de winterperiode hem gewoon hier kunnen houden. Want dit is wel inderdaad een van onze sterkhouders achterin. Ja. Is hij te behouden? Je kan natuurlijk ook zeggen van hij blijft gewoon tot het eind van het seizoen. Ja, dat ligt niet aan mij. Als je mij vraagt, dan moet hij ook gewoon blijven tot het eind seizoen. En, maar nogmaals, het leek aan de club. En dan komt daar een grote aanbieding. Ja, dan kan je misschien niet nee zeggen, maar nogmaals, ga het RVC of het bestuur mij vragen. Dan moet hij gewoon blijven.